Goedendag, februari is bezig met een inhaalslag, lijkt het wel. Heel veel zonneschijn, terwijl december en januari eigenlijk heel grijs en somber verliepen. Nou, de zonnepaneelhouders die zijn er blij mee, die kunnen profiteren van die vele uren zonneschijn. Want de dagen worden natuurlijk ook langer, met dus duidelijk ook meer uurtjes zon per dag. De komende tijd houden we toch best wel veel zon, maar ook lagere temperaturen. We gaan het volgende plaatje eens kijken hoe de kou eigenlijk verdeeld is in Europa. Dan zien we ten, ten noordoosten van ons hier echt een flinke bulk met koude lucht. Die komt met een noordoostelijke stroming ook geleidelijk richting onze omgeving. Ook Nederland in de lichtblauwe kleuren. En opvallend ten westen van Europa. Zien we eigenlijk een lopje met warme lucht dat zich langzaamaan uitspreidt richting het noorden, en dat is wel opvallend dat vrij noordelijk. Op het noordelijke halfrond zien we dus vrij noordelijk hier de lichtgele lichtgroene kleuren. De temperaturen zijn hier hoger dan bijvoorbeeld bij ons in de Benelux of de Alpen daar is het ook flink koud. Nu even terug naar onze eigen omgeving, Nederland. Temperaturen vandaag ja, met flink wat zon wordt het rondom de 3 à 4 graden en dat met dus heel veel zon en vooral in het noordoosten af en toe een paar wolkenvelden en er waait een schrale oostelijke wind. <kijt> Windkracht 4 tot 5. Dus dat maakt het voor het gevoel tot echt wel wat kouder. Na de dagen erna gaat de temperatuur nog wat lager uitkomen. Overdag zitten we dan net op een graadje boven het vriespunt, met in de nachten ook steeds lagere temperaturen. Zondag veel zon. Aan de Noordkust, vooral op de waddeneilanden, daar kunnen een paar sneeuwbuien vallen zondagmiddag. En ook in de nacht na maandag. Maandag en dinsdag, ook vooral aan de Noordkust, een enkele sneeuwbui. In het binnenland blijven tot een lokaal verdwaald exemplaar beperkt. De meeste plaatsen houden het binnenland gewoon droog. En de temperaturen gaan halverwege komende week nog lager uitkomen. Dan zou het zelfs lokaal streng kunnen gaan vriezen.